The United States Agency for International Development, USAID, heeft na 40 jaren weer een kantoor geopend in Suriname. Deze faciliteit is ondergebracht in het gebouw van de Amerikaanse ambassade. De opening ging op maandag 19 juni 2023 gepaard met de onthulling van een plaquette. Deze handeling werd verricht door de Amerikaanse ambassadeur Robert Fossier en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Ik wil beëindigen in het Nederlands met te zeggen dat wij enorm blij zijn met het feit dat USAID haar kantoren weer opent in de ambassade van de Verenigde Staten hier in Paramaribo. Wij hadden reeds een relatie met USAID in termen van projecten. U heeft de opsomming gehoord op het stuk van landbouw, op het stuk van volksgezondheid, op het stuk van het milieu, van investeringen, maar ook incidentele bijdragen met betrekking tot natuurrampen, met name de overstromingen. Die zijn allemaal waardevol gebleken. Het gaat over miljoenen aan US-dollars die dan binnenkomen in de vorm van schenkingen. Het zijn geen leningen, het is technische bijstand. Het helpt ons als land om ons voor te bereiden om de programma's die we hebben, om een stukje verbetering te brengen in de leefomstandigheden van de wereld, van Suriname, om goed daar uiting aan te geven. We hebben een probleem met onze capaciteit om uit te voeren. De technische bijstand zal daarbij helpen op elk ministerie en in elke organisatie. Wij zijn ook blij dat het een signaal is voor ons, wanneer zo'n kantoor wordt heropend na 40 jaar, dat Suriname weer telt. En ik heb proberen aan te geven dat dat niet zomaar zo gebeurt. Er worden gesprekken gevoerd, er worden met argumenten aangegeven waarom het belangrijk is dat Suriname onderdeel wordt van dit systeem. Wij hebben goede relaties met verschillende organisaties. USAID is nu toegevoegd door een aanwezigheid hier. En ik denk dat het voor wat betreft het Westelijk Halfrond een van de kantoren is met enorm veel potentie. Wij gaan daar goed gebruik van maken. Maar we hebben ook andere verplichtingen zijn we aangegaan door het aangaan van bepaalde functies in het internationale die ook hun reflectie zullen hebben op Suriname en op de ontwikkeling van Suriname. Ik noem daar ECOSOC, waar we lid van zijn geworden. CDCC is het platform waar beleid wordt gemaakt ten aanzien van ontwikkeling op het Westelijk Halfrond. Maar ook het voorzitterschap van ACS. Dat zijn kosten die de kosten die erbij komen, maar uiteindelijk betaalt het zichzelf terug. Dus ik kan alleen maar zien, niet hopen, ik zie dat, een positieve bijdrage die dit soort organisaties kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. En uiteindelijk gaan we dan op eigen voeten, op benen kunnen staan om daarop verder voor te borduren naar een beter Suriname. Ik wilde dat aan u meegeven. Nogmaals dank aan de ambassadeur en de ambassade. And we look forward to the unveiling of the plaque to make it official. Thank you very much.